Ook Suriname moet zich klaarmaken om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen doorstaan. In dit kader heeft het Inter-Amerikaans Instituut voor Landbouwsamenwerking, de ICA, een readiness-project uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan om een beter inzicht te krijgen in hoe de agrarische sector zich het best kan voorbereiden op klimaatverandering en welke acties genomen kunnen worden om de uitstoot van CO2 te verminderen. De resultaten werden vandaag in het Lalaroek-gebouw gepresenteerd aan belanghebbenden. Mayra Esseboom, projectcoördinator, stelt dat het belangrijk was dit onderzoek te doen. De resultaten willen we valideren met de mensen, met de stakeholders van de agrarische sector. En het is een project geweest van een jaar, waarbij verschillende onderzoekingen hebben plaatsgevonden. We hebben interviews gehad, documenten zijn bekeken, gereviewd, om te kijken van hoe kan Suriname, met name de agrarische sector, zich voorbereiden op de klimaatsverandering. En wat voor acties kunnen we nemen om bijvoorbeeld onze uitstoot te verminderen? Suriname is een zinkland vanwege ons bos, omdat het CO2 aan de atmosfeer onttrekt, zegt Esseboom. Dan nog heeft onze agrarische sector de grootste uitstoot aan carbondioxide van ongeveer 40%. Esseboom zegt dat het van belang is dit te verminderen. Suriname heeft een aantal adaptatiemaatregelen die ze kunnen nemen om de uitstoot te verminderen binnen de agrarische sector. Eén daarvan is bijvoorbeeld de grootste uitstoot vindt nu plaats in de rijstsector, want die stoot veel methaan uit. Dus de bedoeling is eigenlijk van hoe kunnen we dat verminderen? En dat kan vaak met hele kleine, kleine veranderingen binnen de sector kun je zorgen dat die uitstoot misschien al gehalveerd kan worden. En is voor ons natuurlijk altijd beter om dat te doen. En wie weet kunnen we ook misschien net als Guyana een keer geld krijgen voor onze carbon die wij opslaan. Het is de bedoeling de resultaten van het Landbouw Readiness Project te bespreken en te evalueren. De volgende stap is om de aanbevelingen te gebruiken voor het indienen van nog meer projecten bij de Green Climate Fund ten behoeve van de agrarische sector.